Parlementariër Amsat Abdul is niet tevreden met de presentatie van Financiën-minister Gilmour Hoefdraad. Tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling gisteren zei de parlementariër dat de regering in de afgelopen periode onvoldoende heeft gedaan om de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Abdul wees erop dat de regering belangrijke zaken zoals goed onderwijs en kwalitatieve gezondheidszorg niet kan garanderen wanneer het land onvoldoende inkomsten heeft. De parlementariër maakt zich vooral zorgen om de staatsschuld. De ruimte om te lenen volgens de wet op staatsschuld, mevrouw de voorzitter, is beperkt. En de voorziening kan nog 3 jaren mee. Niet meer dan dat, mevrouw de voorzitter. Maar wat gaan wij met dit, waar gaan wij met dit land naartoe, naar die 3 jaren? Het is ook ons verantwoordelijkheid, mevrouw de voorzitter, om daaraan te denken. Wanneer er alleen geleend mag worden volgens artikel 3, lid 5 van de wet op staatsschuld. Ik maak mij ernstig zorgen daaromtrent. Ik zou graag van de minister van Financiën willen weten of wij een debt management plan hebben. En dit niet, mevrouw de voorzitter, ongefundeerd. Deze vraag stel ik omdat de cijfers zoals die gepresenteerd zijn aan ons door de minister van Financiën omtrent de staatsschuld aangeeft dat de staatsschuld nu reeds 82,5% van het BBP bedraagt. Meteen na het betoog van Abdul vroeg NDP-fractieleider André Misikaba om een schorsing. Daarna zei Misikaba dat hij de uitwerking van de door Hoefdraad gepresenteerde plannen mist. We hebben de minister van Financiën gisteren gehoord. We hebben die nota van wijziging gezien. We missen die uitwerking. Ik begrijp dat de regering bezig is. Ik weet het niet, we zullen het horen, voorzitter van u of van de regering. Want voor een eindoordeel van de coalitiefractie hebben we wel die verdere uitwerking van de inkomstenzijde nodig. De voorzichtige optimisme is, met alles wat ik heb gezegd, nog niet omgezet in optimisme. En we willen vragen hoe ver de regering is met die uitwerking, zodat wij van ons zijde kunnen oordelen als we die 350 binnen zullen kunnen halen, voorzitter. NDP-fractieleider André Misikaba gisteren tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. Hij heeft evenals Amsat Abdul kritische vragen gesteld over de realisatie van de begroting van het dienstjaar 2018. De vergadering is als gevolg hiervan verdaagd naar maandag.